De sport padel is inmiddels niet meer weg te denken uit het Nederlandse sportlandschap. De padelbanen schieten als paddenstoelen uit de grond. De sport maakt een grote groei door. TC Ruiver opende 2 nieuwe padelbanen. We zijn 625 dagen, dus bijna 2 jaar geleden, begonnen met het eerste idee. En dat hebben we gedurende de afgelopen bijna 2 jaar helemaal uitgewerkt tot de realisatie van de banen. En dan moet je denken aan het vinden van financiering, het krijgen van een vergunning, het praten met een bouwer. En uiteindelijk natuurlijk ook de leden die daarmee akkoord moeten gaan. Want het is natuurlijk wel een stap die je zet als vereniging. De padelsport kent zijn oorsprong in Mexico in de jaren 60. Het is momenteel de snelst groeiende sport in Nederland. Het kan worden beschouwd als een combinatie van tennis en squash. In Zuid-Europese landen is padel al jarenlang een zeer populaire sport. Bij padel speel je altijd in dubbelteams en volg je de regels van het tennis. Wethouder Anouk Huis mocht met een potje de baan openen. Ook sprak ze haar bewondering uit voor de vereniging. Als jullie mij vragen, sluit die ontwikkeling van die padelbaan ook naadloos aan op de beweging of de koers die TC Ruiver heeft ingezet. Want jullie zijn echt al een aantal jaren, wat mij betreft, bezig om die vereniging meer toekomstbestendig te maken. En we weten allemaal dat het in deze tijd heel erg moeilijk is om een vereniging levend te houden. Met de vrijwilligers die erbij horen, met alle verplichtingen die erbij horen. En ik kan het ontzettend waarderen dat jullie als TC Ruiver daarin het heft in eigen handen hebben genomen en niet hebben zien staan kijken met hoe gaan we dat nou doen. En jullie hebben actief daar een rol gepakt. En dat heeft de afgelopen jaren ook wel een aantal acties geleid. Er werd net al aan gerefereerd, de tennisbanen zijn gedraaid. Jullie hebben LED-verlichting aangeschaft, er zijn zonnepanelen geplaatst. En aan de andere kant is er ontzettend veel ingezet op ledenwerving. We zien jullie overal, er zijn open dagen, er zijn clinics. Jullie waren op de gezondheidsmarkt aanwezig en jullie zijn ontzettend zichtbaar in de gemeenschap. Ik heb niet geloven. Het doel is om de leden in de piekuren de mogelijkheid te geven om te padellen. En overdag gaan we ze ook verhuren aan mensen die gewoon geïnteresseerd zijn, maar geen lid. En die huren dan voor een uur of voor anderhalf uur een baan. En die kunnen het park op en dan kunnen ze spelen en dan kunnen ze het park weer verlaten als ze klaar zijn. 31 uur.